en de start is gevallen. Kijk eens naar de binnenkant wat daar gebeurt. Wynald Diamant heel snel weg. Geocache wil ook wel. Blijft ernaast hangen en daarachter wordt teruggenomen Sunrise. Geocache komt niet voorbij aan Wynald Diamant. En Sunrise wil graag het gaatje dichtmaken waar Geocache nog in kan. En Geocache gaat dat gaatje ook in. Geocache ligt op plaats 2, Sunrise op plaats 3 en Pearl Vrijthout ligt 4e. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Wynald Diamant doet er dus vandaag van kop af. Heeft Geocache op de rug en daarachter valt al een gaatje naar Sunrise. En wat Dominique Lokkeneu ook al eens zei. Sunrise is moeilijk te motiveren. Daar komt Adrian Colgini nu zelf ook achter. Want die moet het gaatje dichtlopen en is daar volop mee bezig. Achter hem ligt Pearl Vrijthout. En de opening is 1-10-6. Magnum Stone ligt daar dan weer vlak achter. Daarachter ligt Muscle Rex. En dan zijn we alweer in de start van het veld beland. De andere paarden hebben op dit moment geen moeite om de aansluiting te houden. Maar om helemaal naar voren te komen, dat gaat een klus worden met Wynald Diamant aan kop. Wynald Diamant, Geocache, de eerste die naar het tweede spoor schuift, is Pearl Vrijthout. Pearl Vrijthout begint op te schuiven aan de buitenkant. En Tesla voelt de buil hangen. Die denkt, moet ik er nou vooruit of zal ik blijven zitten? Hij kiest voor het eerst, hij gaat eruit. Geocache gaat ook naar het tweede spoor en zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Gevaar van insluiting dreigde en Geocache moet nu dus naast de leider gaan koersen. En het gaat 16-4 de tweede tussentijd. Galoppade daar van Sunrise. Die struikelde even. Sunrise kwam bijna op de neus terecht. En, uitgeschakeld nummer 5. Nummer 5 galop. 900 meter te gaan nog en de twee kanspaarden van deze koers, de uitgesproken kanspaarden, liggen naast elkaar. In de wachtkamer ligt een hele gevaarlijke Pearl Vrijthout en daar weer achter ligt Magnum Stone. Die wordt gevolgd door Muscle Rex en achter Muscle Rex gaat Misha Brouwer aan de buitenkant met Monastery Boko naar voren en ook nog aangesloten ligt Jerry Coat. Tempo gaat omhoog aan de overzijde, dat moet ook een keer. Het is Bakker die lekker ligt en Tesselaar die naar hem kijkt. En hij kijkt ook even achter zich. 11-9 de tussentijd, want daar komt Pearl Vrijthout al aan. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Met nog altijd aan de leiding, terwijl Bakker in gesprek is met Tesselaar. En de proppen nu ook trekt. Wynald Diamant. Wynald Diamant, een halve lengte. Geocache aan de buitenkant en zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Uitgeschakeld nummer 9, onregelmatig en galop. Derde plaats is voor Pearl Vrijthout en daarachter aan de relingzijde ligt Magnum Stone. Zo gaan ze de laatste bocht door in de laatste rechte lijn. En nu wil Tesselaar het weten. En Geocache neemt over. Daar komt aan de buitenkant Pearl Vrijthout. Geocache leidt Pearl Vrijthout. Daar komt Monastery Boko aan. Daar komt Jerry Colt aan. Vier paarden kunnen het nog winnen. Midden van de baan Pearl Vrijthout. Helemaal aan de buitenkant Jerry Colt. Jerry Colt aan de buitenkant. Die wint met Martens. 12-5 de laatste 500 meter. 12-9 voor de winnaar.